krijgen visite, als eerste Mario. En die neemt een vriendin mee, die wil wat meer weten over vloggen en alles. Nou, ze is van harte welkom en ik leer het er wel. Ja, komt helemaal goed. Elfen gevlogd gaat worden, dat weet ik dus nog niet. Het ligt er helemaal aan wat zij wil en ik zie er ook voor het eerst, dus ja. Het is voor mij een mysterieuze gast, zeg maar, in het Nederlands. Ja, wat ben je weer mooi in het paars, hè? Ja, dankzij Anne. Aardig met elkaar. Is ja. Het van Anne overgenomen? Nou, mooi. Ja, ja heel mooi. Ja, ja. Ja, maar er is er nog één en die zit ook al heel veel op TikTok. En die, ja, die is heel goed in TikTok, beter dan dat ik het ben. Dus zij mag van mij leren en ik leer van haar. Hey! Hallo! Stel je eens even voor. Hi, ik ben Joyce. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds vrijdag en het is de 23e van de 2e 2024. De tijd gaat hard, ja. En het is 12 uur 32. Het is eindelijk weer droog. Ik ga met mijn meisjes er even uit. En om een uur of twee krijgen wij visite. Half één, zegt hij. Ja, ik weet nou niet meer of die... Hij is achter. Volgens de pc 2 minuten. Ja, nou, dat moet kunnen. Maar in ieder geval, wat ik zeggen wil, we krijgen visite. Als eerste Mario. En die neemt een vriendin mee. Die wil wat meer weten over vloggen en alles. Nou, ze is van harte welkom en ik leer het er wel. Ja, komt helemaal goed. Elfen gevlogd gaat worden, dat weet ik dus nog niet. Het ligt er helemaal aan wat zij wil en ik zie er ook voor het eerst, dus ja. Het is voor mij een mysterieuze gast, zeg maar, in het Nederlands. Ja, een mysterieuze niet, zoiets, ja. Als ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval, komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, we proberen er gewoon een gezellige middag van te maken. En of Marianne blijft, Mario blijft, weet ik niet. Met mijn Marianne, ja, die hebben we ook nog. En terwijl die veel dichterbij woont, maar die, ja, Marianne, dat is een lieve schat, maar die gaat meer in haarzelf op dan dat ze aandacht aan een ander besteedt, denk ik. Want, ja, ze is kunstenares, die zit liever op de zolder te schilderen dan dat ze wat anders doet, vermoed ik. Maar in ieder geval, komt allemaal goed, lieve vrienden. En ja, wij gaan er gewoon van genieten en we gaan nou het zonnetje, want het zonnetje schijnt. Zo, mag in de krant, het zonnetje schijnt, hallo, halleluja. Ja, cute bewolking hoor, daar niet van. Maar in ieder geval, wij gaan gewoon heerlijk ervan genieten. En ik zeg gewoon, geniet jullie zelf maar ook ervan. Ja, want het is heerlijk, het zonnetje. Dus geniet ze en geniet een beetje mee. Doei doei. Ja, dan kunnen jullie het zien. Kijk, betonnen plaatjes. Wel dunne hoor. Het zijn wel dunne plaatjes. Bovenverdieping, tenminste ja, de eerste verdieping. Wordt erop geplakt, zeg maar. Nou ja, dat dus. Zo, lieve vrienden.
Ja, ik had al jullie verteld dat er visite zou komen. Nou, die zijn er, hè. Ja, we hebben zelfs al een bakje koffie op. Dat hier ons Mariootje... Dag Mario. Hallo. Dag, schat. Hoe gaat het met jou? Ja, gaat goed. Mooi. Ja, lekker. Wat ben je weer mooi in het paars, hè? Ja, dankzij Anne. Wat aardig met elkaar. Is ja. Het van Anne overgenomen? Nou, mooi. Ja. Ja, heel mooi. Ja, ja, maar er is er nog één en die zit ook al heel veel op TikTok. En die, ja, die is heel goed in TikTok, beter dan dat ik het ben. Dus zij mag van mij leren en ik leer van haar. Hey! Hallo! Stel je eens even voor. Hi, ik ben Joyce. Ik ben moeder van 4 kinderen. En de meeste mensen die mij al kennen via TikTok weten dat ik heel erg gek ben op sporten. En onder andere ben ik ook daar goed te volgen van hoe mijn transformatie is geweest in afgelopen jaar. Als jullie meer willen weten, mag het uiteraard. Ben ik onder andere te vinden bij Joyce Hagenburg 16. Nou, helemaal goed, schat. Helemaal goed. Nou ja, je bent hier ook gewoon van harte welkom. En ik leer jou dit en jij leert mij het andere, dat TikTok. Precies. Ja, toch? We helpen elkaar, toch? Zo, daar zijn we voor op de wereld gezet. Precies. Nou, en ik krijg nog een kutje van Elwin. Nou, dat vind ik alleen maar geweldig. Nou, kom hier. Nou. Ja, yeah. Wat is dat, Rijken? Jij ook. Hier. Ja. Nou. Ook even in beeld, ook even naar Mario. Ja, hoort er ook bij, hè? Dan gaan we naar Mario. Kom maar. Nee. Denk om je telefoon. Kan dan. Boefies. Ah. Dus ja, dat dus. En we komen straks nog wel weer eventjes een keertje retour. Maar we gaan nou lekker even klessenbessen. En ja. Die pakt de telefoon weer, want die hoort maar alweer een geluidje. Dus, maar we gaan het even gezellig houden. He? Zeker. Dametjes van het goede leven. He? Ja. Zo, kijk. Zo, lieve vrienden. Ja, ze zijn net weer de deur uit, de dames. Mario en Joyce. Een jong vrouwtje nog. Ze is zelfs nog jonger dan dat Karin is. Maar een hoop levenslessen al heeft geleerd. En ook geprobeerd heeft om bij Mario binnen te dringen. Omdat Mario, die zogenaamd vegetarisch eet geen vlees, eet dit niet, eet dat niet, eet zus niet. Maar ze eet wel ijs, ze eet wel kaas, ze eet wel vis. Hallo, vis is ook een vleessoort. Het is ook een dier. Een ei eet ze ook. Wat erin zit moet ook een diertje gaan worden, dus ja, ik weet het niet. En ook die namaakvlees, die namaaktroep, er zit zoveel troep en vergif in. Jij bent niet gezond bezig, dan kun je beter normaal vlees eten dan dat. Ja, dus, dat dus. Maar, oké, buiten dat allemaal om, ze zijn dus net de deur uit. Wij gaan ook even de deur uit. Want wij gaan eventjes een klein stukje rijden met de booster. En ik neem mijn mobiel mee en daar film ik even mee. Ja. We gaan even naar een andere bouwgelegenheid toe waar huizen komen. Maar er komt ook een molen te staan. Wanneer? Weet ik niet. Misschien zijn ze er al mee bezig. Ik weet het niet. Dat is vlak bij mijn maatje Dick Bres. Dus ja, wie weet ga ik daar ook nog even snel een bakje doen. Het is prachtig mooi weer geworden. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw met hier en daar een bewolking. Dus we gaan er gewoon even lekker vandoor. En ik zeg, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook gewoon een beetje met ons mee. Of met mij. Ja, gewoon met mij mee. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, jullie zien het, ik heb een bakje koffie, maar Dick die had ook suiker erbij gedaan en melk, maar dat drink ik er lekker niet in. Ja, en daar zit onze Dick. Schenk je toch je gast er wel voor? Ben ik een gast? Oh, ik dacht dat ik je vriendin was. Ook, is ook een gast. Oh, is dat ook een gast? Maar ja, Dick die vertelde het een en het ander en die liet me wat zien. Mag ik het ook even hebben? Leeslineaal. Een leeslineaal, lieve vrienden. Ja, en dat is dit ding. Ik had er nog nooit van gehoord, wel van een lineaal, maar een leeslineaal. Ja, Joost mag het weten, hij is bol.
En aan die kant is die vlak. Nou, dan heb je hier een krant. Ja, nou ja, we kunnen het zo wel lezen, maar zo kun je het nog beter lezen als je het, geen goede ogen hebt. Ja. Dan wordt het wat groter. Het vergroot iets. Dus ja, dat dus. Maar ja, wel een handige tip en dan heb je dat gekregen van de WMO. Nou ja, kon er zomaar vanaf van de WMO. Nou, WMO, je moet hem wel betalen. Ja, oké, maar het ging via het WMO. Dus ja, dat is dan zo'n tip geven, ideaal. Ja. En ja, we zitten lekker aan een bakje koffie, hè Dick? Ja, lekker. Lekker. En blij dat ik er weer ben, of niet? Ja. Of denk je Rob maar weer op? Dat denk ik niet. Oh, denk je dat niet? Ja, moet je niet zeggen, want dat is niet zo. Oh, is dat niet zo? Maar ik rijd er altijd wel langs en dan kijk ik of je met je hond loopt. Honden? Ik heb er twee. Nou, honden dan. Ja, en ik wacht iedere keer totdat je ook eens een keertje om een bakkie komt. Ja, maar ja, goed, dat moet je toch altijd even afspreken. Ja. Dus ja, wij gaan lekker even genieten van de koffie. En straks weer naar huis. Ja, ook mijn hondjes moeten weer lopen. Dat moet ook weer doorgaan. En ik moet ook weer een video in elkaar zetten. Wat zie je, Dick? Ik kijk alleen maar naar de en dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Nee, hoe heet die bloemen nou? Hyacinthe. Narcissen. Narcissen. Gladiolen. Gladiolen. Tulpen. Tulpen. Nog meer? En wat hebben we nog meer? Is een narcisse, geloof ik. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Ik vergeet altijd hoe die dingen heten, maar ze zijn wel mooi. Ja. Nou, oké, lieve vrienden. Geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Later! En dan rijden we even die kant een stukje op. Ik vertel er één ding bij. Het is roetje koud. Ja. Echt gemeen koud. Ja. Is weer alweer heel anders, hè? Ja. Maar waar die molen dan zal gaan komen, dat weet ik dus ook niet, hè? Nee, maar daar is nog een heel spektakel wat gebouwd wordt met allemaal stijgers, etc. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Dat is het speelgelegenheid en dat ze dat aan de overkant hebben geplaatst. Daar is toen een kind van verongelukt en die heeft het niet overleefd. Waar we toen bij geweest zijn. Ja, niet bij het ongeluk, maar wel bij een herdenkingsoptocht. Ja. Planmolenwerf, fabrieksgracht. Ja, kijk, en daar komt dus ook een molen te staan. Maar waar die exact komt te staan. Want daar staan ook, denk ik, allemaal nieuwbouwhuisjes. Ik weet het niet. Nee, dat is weer oud. Want dat zie ik aan die schuttingen wel. Ja, die mensen wonen helemaal achter slot. Zie je dat? Ze kunnen daar niet eens niet eruit en erin. Moet helemaal, nou ja. Oké. Okay. We rijden nog een stukje verder. Want ja, wat dat nou gaat worden, Joost mag het weten. Ik weet het niet. Misschien dat daar de molen in wordt gebouwd. Want ja, dan zal je toch in het vierkant eromheen, denk ik, moeten. Ik weet het niet hoor, mensen. Ik weet het echt niet. Een hoop grond naar boven gehaald. Dus ja, ik weet het niet. Maar we zullen het afwachten. We gaan dit ook nog een klein beetje volgen met knap weer. Het is nog wel roetje koud. Maar met dit weer, kijk eens. Blauwe hemel, daar wel een donkere wolk. Maar blauwe hemel. Dus ja, daar zijn we blij mee. En daar wat wolkjes erboven. Dus ja.
We zullen het beleven wat dat gaat worden. Ja. Nou, ik ruim jullie weer even op. En dan zullen we even kijken. Echt koud. Ik ga mijn handschoenen weer aandoen. En mijn vingertjes beginnen zeer te doen. Dus ja, ik hou jullie op de hoogte van de eilen en zeilen van dit plan. Ja, molenplan, weet ik veel. Maar het komt helemaal goed. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, we zijn weer thuis. Jullie weten dat we ook even bij Dick zijn geweest. Dat is een maatje van me. Die ken ik al jaren. Ja. Ik weet niet eens niet meer hoe lang. Ik ben ook wel weer met de meisjes net uit geweest. Dus ben ik net van thuis. Ik heb al een bakje koffie gemaakt. En ik zie de oekind. Ik zie nog wat leggen van Mario dat moet opgeruimd worden. En ik zie nog wat het kind ook opgeruimd worden. Dus ja, het komt allemaal goed. Omdat zij wanneer je visite hebt gehad, een melkbakje. Mario haar tweede bril voor Hero. Dat mocht ze haar bril vergeten van thuis, dan heeft ze er hier ook een. Ja. Hé? Ja nou. Ja. En de meisjes hebben net wat lekkers van me gehad. Dus ook helemaal weer geweldig. Ja, en nou eens even bijtanken. Van het lopen. En dan ga ik eten. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Want ja, dat heb ik vanmiddag nog niet gedaan. Dus ja, dat... We zullen beleven hoe laat het dan vanavond wordt voordat ik naar mijn bed kan. Dat zal wel later wezen dan ik de laatste tijd aan het doen ben en aan het inplannen ben. Maar ja, een vlog moet ook gedaan worden. Dus ja, we merken het wel. We zullen het wel beleven. En we gaan gewoon verder met de avond. Want het is al avond. Ja, het is 6 uur geweest. Hoe laat leven we exact? 18 uur 21. Dus ja, als jullie het eten al op hebben, bon appétit. Tenminste, jullie hebben al gegeten dan. Mag het wel bekomen. Ja, dat moet ik zeggen. Ik moet nog eten. Maar dat komt wel goed. Ik weet ook nog niet wat en ik heb ook nog niet eens zin om te eten. Nee, ik heb wel zin in een beker kuppa soep. Lekker. Want het is gemeen roetje waterkoud. Ja. En er zou geen regen komen. En wat kwam er? Regen. Het zijn wel van die hele kleine buitjes. Ik denk dat ze die daar niet zien of zo. Ik weet niet. Het allemaal van die kleine buitjes. Ja, daar komt om 20 uur. Nou ja, iets later dan 2050. Als dat net boven de nul komt er weer een buitje. Maar het heeft al door iedere keer van die kleine buien geweest. Heel bizar. Kijken naar die andere. Die heeft helemaal niks. Dus ja, en over die storm. Nou, welke storm? Ik weet niet. Ik heb nog niks vernomen qua storm. Nee. Nog niks. Dus wanneer dat gaat geschieden. Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Ja. De storm Lois. Die blijft weg. Nou, mag van mij. Ja, ik hoef geen storm, hè. Nee, hè. En daar hoor ik iemand. Daar hoor ik iemand. En dat is onze kandelwee. Ja, onze kandelwee. Ja, hallo, man. Ja. Oh, ja? Oh, ja? Oh, ja? Is dat zo? Oh ja? Oh, nou ja. Gelijk heb je hoor. Ja, ik geef je groot gelijk, man. Ik geef je groot gelijk, maar je zit wel in de weg weg met je steurt. Ja. Hé, Rijka? Ja nou? Jij? Jij? En daar legt ze ook zo'n lekker in. Hé? Ja nou? Allemaal lief. Lief, lief, lief. Allemaal lief. Ja. Dus ja, dat dus. Nou, lieve, lieve, lieve vrienden. Geniet van jullie vrijdagavond. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Gaan jullie te stappen?
veel stapplezier. Blijf je televisie hangen. Nou ja, veel hangplezier. Geniet er in ieder geval van met hetgeen wat jullie gaan doen. En geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Ja, ja. Het is 17 minuten over 12. Dus lekker bij tijd. Ik moet denk ik nog een kruik klaarmaken. Dus ik denk dat ik wel rond een 1 uur lekker er al in lig. Ja. De dames mogen zo meteen nog even een keer op in de tuin. En daarna gaan we lekker naar bed. Hé, meisjes? Ja, hé. Ja, hé. Rijka. 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 Kiekeboe. Nou, kijk je niet even? Hé, kijk je niet even? Ja, toch. Die is ook zo lief, hè. Ja, dat is ook zo'n lieve meid. Hé? Allebei lief. En, ja, ik zag daarnet Kandalf wel, maar ik weet niet meer waar. Daar dus. Hallo. Dag kereltje. Dag mijn kereltje. Hé. Hey. Dag mijn kereltje. Is een Kandalfje. Kandalf. Kandalfie. Ja. Hopiedopie. Ja, een hopiedopie. Allemaal hopiedopies. Ja. Allemaal hopiedopies. Dus ja, dat dus. Allemaal hopiedopies. Waar ik stapel gek op ben. Ja. Degenen die aan hun komen op een verkeerde manier, die komen naar mij ook op een verkeerde manier. En ja, die hebben dan ergens rekening mee te houden, wat ik nou niet ga zeggen, maar het is wel een feit dat het waar is. Ja. Blijf van mijn diertjes af, want dan kom je aan mij. Ja. Tenminste, kom je niet aan mij, dan heb je met mij te maken. Ja. Hé? Ja, nou kind. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen allemaal natuurlijk gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, hè? God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!